Uit handen van pater Stork ontving de 94-jarige Hendrik Witteveen het eerste exemplaar van het boek Een sneeuwgans boven Bolsward. De levensverhalen van Witteveen werden opgetekend door Willem Haanstra en voorzien van foto's gemaakt door Willeke Brandsma. In een volle broerenkerk las Haanstra een deel van het boek voor. Achter hem zijn uithof, de groene schuur, passend als een warme deken om de tengere gestalte. Kees Bekema schuift aan. Bijna iedere middag komt hij langs bij zijn oude vriend en buurman. Herinneringen ophalen aan vroeger, de actuele toestand in de wereld doornemend, familieaangelegenheden besprekend. Een korte, geroutineerde begroeting. Een binnensmonds goeie. Hendrik, 94 alweer. En Kees, alweer 80. Als ik er niet meer ben, is Kees de kampoudste, weet Hendrik. Kees gaat naast Hendrik zitten. De stoel staat altijd klaar. Dan wordt het stil. Ik ga even zien, hè? Of ik kan nog op het gesprek die zij beiden hadden in het boek over die stroperij. Ik wil er een paar dingen van vertellen. Hoe ben ik ertoe gekomen? Ik hield van vissen. En die Mike had niet altijd de vergunning. Wel een kleine visakte. En ik heb ooit eens in Spannenburg in het Margrietkanaal gestaan. En daar gevist bij de brug. En er kwam een politieboot aan. En ik werd gevraagd naar mijn visakte. Ik had die kleine. En heb je ook vergunning voor het water? Nee. Een bom. Die boot waarin die politieagenten kwamen, die kwamen terug. En een van die politieagenten schreeuwde over het water heen. Wat is je beroep? Dat zijn we vergeten te vragen. En toen zei ik terug, mensenvisser zoals Petrus. Ze hebben het kennelijk niet direct in de gaten gehad, maar ze zijn doorgevaren en ze kwamen weer terug. En een van die politieagenten stond op de voorkant van het boot en pakte zeg maar het afschrift van de bom en scheurde hem kapot en zei erbij, uw zonden zijn vergeven. En naar de Bijbelse tekst heb ik toen gezegd, mijn geloof heeft mij gered. Ik ben u heel dankbaar. Ik ben blij dat het afgelopen is. U staat een hele levensverhaal in, u weet er alles van mij. Ja. Ik heb al mijn hele leven blootgelegd. Je ziet je wat een mens is. Ja. Zwak dankjewel. En ook zo bloed sterk. Dank je. Kees, dank je wel ook. Ja, dank je wel. Voor alles wat je er dan ook al mee gepraat hebt. Ja. Het is voor mij een geweldige gewaarwording dat een boek voor mij uitgekomen is via de steun van alle mensen die er maar mee geholpen hebben. Vooral de heer Haasdra die het boek heeft samengesteld, de auteur, met de medewerking van Willeke Brandsma. Er zijn prachtige foto's in het boek. Zo zou ik verwacht. Ik heb het zelf niet gezien. Maar ik hoop het nog eens even in woorden te bekijken vanavond. Allen hartelijk dank dat jullie hier komen. En de familie van Fern, van Roosendaal tot Limburg toe, die hier allemaal heen is gekomen. Ik waardeer dat zo. Echt de familieband is gebleven. En de band van de buren. De familie Bekema, die mij door mijn leven altijd gesteund en gesterkt hebben. Onze hele familie, onze ouders en voorouders,
hebben altijd samengewerkt. In bange en in bange tijden. Hier, ik ben tevreden van mijn leven. Kees, mijn maat, die wij ook bijna samen, dat we nog gezellig alle dagen bij elkaar komen. Bij een zomerhutje, bij onze schaapjes, bij onze kip. Zij die ze verzorgen. Ik kan het niet zo best meer doen. Maar ze hebben allemaal geholpen. En dat blijft ook zo. De hele buurt is één gemeenschap. De buurt van Spreeuwenstein en Zorgvliet heeft altijd één geweest. Nooit ruzie. Altijd elkaar helpen. In bouwen, in afbreken, in metselen en steenbikken. Dat hebben onze ouders hebben de stenen gebikt voor de nagezaten die nu weer nieuwe woning gezet hebben. Daar hebben we allemaal dicht voor. In dat voetspoor proberen wij door te gaan. Hulde aan allemaal die hier aanwezig zijn. De familie Witteveen. Van verre gekomen. Mijn kinderen en kindskinderen. De familie Bekema. Onze trouwe mensen. Wees ons blij. Oh, zo blij ben ik. Ik heb een mooi leven gehad. Misschien wel zwaar, maar we hebben altijd samengewerkt. Tot nu toe. En dat gaat zo door. Nou, Kees? Ja. Mooi. Ja.